Marian Weber, jij bent hier de coach van Sinneke. Je hebt een zeer uitgesproken rol, blijkt ons. Wat doe je allemaal? Ja, wat doe ik eigenlijk niet? Nou, het allerbelangrijkste wat ik in het verleden gedaan heb is blijven kijken naar een meisje waarvan iemand mij zei, daar moet je even naar blijven kijken tijdens het optreden van mij. En ja, eigenlijk wilde ik er vandoor en toch bleef ik kijken. En meestal ben ik na 10 seconden weg als ik iemand zie zingen waarvan ik denk, ja, jongens, wat moet ik verder? Moet ik een oordeel hebben? Dat wil ik dan liever niet geven. Op dat moment heb ik gekeken en ik ben 2 liedjes blijven kijken. En ben weer gegaan en ik dacht, ja, want wat ga ik ermee doen? En na 6 weken bleef dat nog steeds door mijn hoofd spoken. En ik heb haar gebeld. Ze was toen net 16 jaar. Ik heb met haar gesproken, want ik wilde ook weten wie er achter dat meisje zat die stond te zingen en waarvan ik vond dat de uitstraling lief, mooi, oprecht was. En dat gesprek was ontzettend leuk en ik heb haar beloofd, als jij geduld hebt, dan zal er een moment komen, dan zal ik zorgen dat ik jou op weg help, zo goed als ik kan. Want ik weet dat dit wereldje een weerwar is van, nou ja, van allerlei dingen. Het is niet alleen op de bühne staan en liedjes zingen, het is veel meer dan dat. En een goede platenmaatschappij en een goed management. Nou ja, toen ik met haar de studio ben gegaan om een demo op te nemen, omdat ik ook wilde weten hoe dat klonk, werd ik op dat moment werd ik gevraagd door de Tros om met een talent te komen als ik iemand wist. Ja, natuurlijk wist ik dat. En ik heb Sinneke gebeld en ik heb haar wel uitgelegd wat er ging gebeuren en wat eventueel de geweldige gevolgen konden zijn. Want als wij mee gingen doen en ja, je gaat sowieso met 5 kandidaten ga je de strijd aan. Dat moet je wel kunnen. En zij had eerder nooit een tv, nooit radio gedaan, geen pers. En als we het gaan winnen, moeten we ook naar Oslo. Ik heb haar proberen alles uit te leggen. En dat kan je natuurlijk nooit echt, want je moet het voelen. Met dit als gevolg. Je hebt die ruwe diamantmand in snel tempo eigenlijk moeten bijslijpen. Hè? Want het ging allemaal zeer snel sinds ze gekozen werd in Nederland in het Nationaal Songfestival. Die cursus in het klooster bijvoorbeeld, waren dat ook ideeën die van jou kwamen? Nou, eigenlijk kwam dat op de avond van het Nationaal Songfestival. Toen zij had gewonnen, kregen we ook vragen in het Engels. En de man die daar was vanuit Engeland, die adviseerde ons. Dat was een ontzettende aardige man. Ik heb net een foto van hem gemaakt. Die adviseerde ons van, als het kan, ga Engels leren. Want als je naar Oslo gaat, zullen er veel dingen in het Engels gevraagd worden. Het is fijn dat je het kan verstaan en dat je ook kan antwoorden. Het hoeft niet perfect, maar nou, en dat is ook gebeurd. Dus ze is een week lang heel intensief van 8:00 tot 9:00 naar een taleninstituut gegaan. En dat was heel zwaar. Maar ze heeft het er erg voor over gehad. En wat betreft die diamant die geslepen moest worden, dat is bij haar niet nodig geweest. Natuurlijk, je kan haar voorbereiden op bepaalde dingen. Maar zij moet vooral blijven wie zij is en wie zij was toen ik dat meisje van 16 zag staan. En wie zij was. Niet aan sleutelen. Laat haar zijn zoals ze is. Want dat is ook tevens haar kracht. Je moest de diamant eigenlijk zelf in een mooi doosje leggen. Laat het ons daar dan ophouden. En jij kan dat doosje eigenlijk zijn. Hè? Want je hebt heel veel ervaring in Nederland vooral, maar internationaal wel iets minder. Omdat je echt zo oer-Hollands bent, voel je je eigenlijk op dit festival echt thuis met dit zeer karakteristieke Nederlandse nummer? Ja, juist. Juist. Ik heb zelf, daar heb ik wel een grote beslissing in gehad. Eigenlijk de allergrootste. Het liedje mocht in iedere vorm gezongen worden. Je mocht ervan maken wat je wilde. Nou, dat was zo'n uitdaging. En juist omdat ik zo van het Nederlandse lied, het levenslied hou. En het levenslied kan dus ook vrolijk zijn, dat blijkt. Heb ik echt gedacht, wat gaan we doen? Gaan we er zelfs een wals van maken? Of gaan we... We hebben echt 3 verschillende dingen uitgeprobeerd. En ik dacht, het orgel, het is zo typisch Nederlands. Als we dan toch trots zijn op wat, ik ben heel erg trots op het levenslied. En dat is Sinneke ook. En als we dat zijn, laten we dat dan ook maar uitdragen met alle gevolgen misschien van dien. Maar laten we doen waar we achter staan. En laten we niet anderen te pleasen om de punten misschien binnen te halen. Laat je hart spreken, laat je stem gaan. Nou, en dat is ook gebeurd. En ik, ja jongens, ik ben zo blij met alle reacties hier. En ze straalt en wij stralen met haar mee. Nog 1 afsluitende vraag. Het is echt allemaal oer-Hollands, behalve de outfit die komt uit Parijs. Van waar die idee? Ja, je moet toch een beetje zoeken, hè? Kijk, ze kunnen het ook naar Nederland halen en dan halen we het daar weer vandaan. Ja, het komt uit Milaan of uit Parijs. En we zijn daar terecht gekomen en ze wist heel goed wat ze zelf aan wilde. En daar kan je nogal ernstig kiezen.
Je zoon Jeffrey zou de volgende single van Sinneke gaan componeren. Is daar al duidelijkheid over wat het wordt? Nou, we hebben een paar favorieten. En eigenlijk de tijd, nou ja, door de stemproblemen van Sinneke ontbrak het ons ook aan tijd om nog voordat wij naar Oslo gingen om de studio in te gaan om te kijken welk liedje het zou worden. Maar hij heeft geweldige dingen gemaakt en ik ben zijn moeder, dus het meest kritisch ook op hem. Dat mag ik zijn omdat ik zijn moeder ben, maar ik ben ontzettend, ook weer ontzettend trots dat hij is een verlengstuk van mij en hij maakt liedjes voor Sinneke die ik weer heb ontdekt. De cirkel is rond en weet je, het is ook een drie-eenheid. We weten alle drie, het zit ons in bloed. Ja, en mooie kan je niet hebben toch? Oké, de heilige drievuldigheid is weer geboren. Kijk aan, in een mooi doosje. Dank je. Graag gedaan.